Okay. Maar is er, is er interesse voor die gast of niet? Krijg jij, word jij veel gebeld? Nou, kijk, een speler als Denzel, daar is altijd interesse voor. Dat, 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 dat zal iedereen begrijpen. En hoe werkt dat dan? Want krijg je dan berichtjes of, of mailtjes nou ja, of appjes? Ik, ik ben continu in, in, in gesprek met... Dat is gewoon mijn werk, weet je. Je bent continu in gesprek met clubs. Om, je moet ook de juiste informatie hebben naar je spelers toe. Maar in dit geval ook... Hè, naar PSV toe zeg maar, de, 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 daar werk je ook een soort van mee samen. Mm -hmm. uh, maar, maar op het moment zijn we helemaal niet bezig om, om een transfer uh, te bewerkstelligen voor Denzel Dumfries. Hij is zelf ook niet, hij is er net bij PSV, hij is international geworden. dus uh, Alleen ja, jullie hebben natuurlijk wel gelijk in het feit dat dingen heel snel kunnen gaan. En Denzel is natuurlijk wel een speler waarvan je echt niet weet uh, hoe snel het kan gaan. Want niemand had ooit verwacht dat hij binnen drie seizoenen in de top van Nederland zou spelen en in het Nederlands elftal ja, spelen.